fijn. Wat een nieuwe woning. Oh, het is helemaal heerlijk. Oh, fijn. Ja. Lekker netjes, strak in de lak, goed warm. Ja. Fijn opgeknapt, echt. Nou, niet een beetje trots. Hartstikke trots. Nee, het is echt, gewoon een hartstikke leuk project. En je merkt het ook, bewoners zijn ook tevreden. En dat is waar je het uiteindelijk natuurlijk voor doet. Ja, we hebben samen met Sint-Josef een plan geschreven om voor verduurzaming van de appartementen. We hebben hier 90 appartementen in Almelo, aan de Valeriestraat. Wat we hier doen is glas vervangen, daken en gevels opnieuw isoleren en voorzien van zonnepanelen. Naast de verduurzaming gaan we ook de badkamers en de wc's vernieuwen. Het hele gebouw wordt van binnen en van buiten geschilderd. Verduurzamen is belangrijk. Sint-Josef verduurzaamt haar woningen zowel voor de bewoners als natuurlijk voor de planeet. Woningen krijgen een hoger energielabel en dat betekent lagere woonlasten voor de huurder. Echt een comfortabele huis en een duidelijke vermindering van je energierekening. De pittigste dag voor de bewoners is vaak de eerste en de tweede dag. Dan is het sloopwerk, dus van de badkamer en de wc, die wordt gesloopt. En het boorwerkzaamheden worden verricht. En de dinsdag zijn de laatste boorwerkzaamheden. En dan is het grootste geluid is weg. Natuurlijk heeft het wel zijn impact. Want het is niet niks dat ze bijna in alle vertrekken bezig zijn. Nou, wij starten elke 5 dagen starten wij een streng op. Een streng heeft 3 woningen. En 3 woningen zitten boven elkaar. Dus elke 5 dagen starten we 3 woningen op. En daar zijn we 18 werkdagen mee bezig om die van begin tot eind klaar te maken. Wat je leest in de brochure en daadwerkelijk, als je alle, hoe logistiek mooi gepland ook, je alle werkmannen over de vloer hebt, dan denk je wel van, oh, wat gebeurt er allemaal? Dus die eerste weken zijn heftig. Maar ik ben toch gewoon thuis blijven wonen. Voordeel van de verduurzaming is dat de woningen zomers langer koel blijven en 's winters langer warm. Dus lagere energielasten voor de huurder. Vlak voor de start kregen zij een planningsboekje mee. Daarin staat omschreven in verband met plaatjes en tekst dat het begrijpelijk is van wie er welke dag in de woning is en wat er gaat gebeuren. Dus mensen weten voor de hele renovatie welke dag, wie, wanneer, wat doet. Ik vond het een hele mooie voorbereiding. Ik zat op een gegeven moment te denken. We waren in februari vorig jaar al bezig. Bij deze woningen isoleren we de schil heel goed. En in de algemene ruimtes ledverlichting. Naast de schilisolatie krijgen de woningen ook zonnepanelen. En omdat dit in een wijk ligt waar toekomstige bronnet komt, gaan we nu nog niet van het gas af. Maar we bereiden het wel voor. Zo kunnen de bewoners overstappen op elektrisch koken. Renovatie lijkt heel erg veel op repetitiewerk. Maar elke bewoner is anders. Iedereen vraagt zijn eigen aandacht. En dat maakt het werk zo leuk. Het is intensief. Want je hebt op een volle dag heb je zomaar tussen de 40 en 60 man de bouw lopen. Plus je hebt 90 appartementen. Dus gemiddeld 2 mensen per appartement. Dus rond 80 bewoners. Nou, dat vraagt heel veel begeleiding. In de projecten zien we echt dat woningen grote stappen maken qua energielabels. En we komen dan uit op woningen met A, A+, of A++. Het aanzicht is mooi. Ik vind het in één woord heel prettig. De afgelopen jaren hebben we al 550 woningen verduurzaamd. En samen met dit project komen de komende 2 jaar 400 bij. Dus ik had werkmannen al beloofd van, dan bak ik nog wel eens een keer wat lekkers voor jullie. Want we hebben elkaar er toch maar doorheen geholpen met de hele renovatie. De woonomgeving zien wij als heel belangrijk. En bij dit project hebben we aan de voorkant al een bijeenkomst gehad voor de bewoners om mee te praten over de woonomgeving. En er ligt een heel mooi plan om de woonomgeving, dat noemen ze dan klimaatadaptiever te maken. Dus dan ben je beter voorbereid op de klimaatveranderingen. En hier betekent dat we invulling hebben gegeven met wadi's en inheemse planten, bloemenmengsels. Dus het wordt straks heel mooi hier. Ik ben het zo verreden huur en daarom blijf ik ook hier.